Nee. We hebben hem. Oei, oei. Ja, ja. Zie al iets. Leuk te kijken naar een nieuwe video. Vandaag... Mickey zit aan de camera te knabbelen. Mickey, hij ruikt de koekjes! Oh shit. Okay, we hebben vandaag iets speciaals. Zou ik het pakken? Ja. Oké, het is echt heel groot. Ik weet niet of het überhaupt oppast. Nee. We hebben... Oei. We hebben een hele grote doos met spullen van Agrani gekregen. Wat we echt heel erg goed kunnen gebruiken voor de stichting. Dus dan gaan wij unboxen. We gaan unboxen. We hebben een unboxing. Woe! Oké, we zetten hem even naast Floor neer. Dat lijkt me. Oeh, dat lijkt me iets verstandig, hè? Het is wel heel zwaar hoor. Dan. Oh ja, ik wou het binnen doen. Maar Floor wou het per se buiten doen. Buiten is mooi liggen. Wat, hoe maak je die doos nou helemaal kapot? Oh, moet wel zo. Toch wel. Ja, maar. Hè? We moesten hem gewoon via de voorkant openmaken. Hoepie. Voorkant? Ja, daar. Dit is de voorkant. Nee, niet dat. Dit. Dit is gewoon een voorkant. Kijk. Hoe zeg dat dan? Ja. Dat weet ik toch niet. Oh jongens. Ik zat ook bij te kijken om een beetje uit te lachen. Oké. We moeten oppassen dat die spullen er niet uitvallen. Maar we moeten hem omdraaien. Oké, hier. Oké, dit... Dit is mooi. Ja? Ja. Oei, oei. Ja, ja. Zie al iets? Oké, we gaan straks één voor één eruit pakken en dan gaan we jullie laten zien wat het is. Ja. Nou, ik heb een aantal dingen gevraagd wat ik eigenlijk nodig heb voor op stal en wat noodzakelijk is. En ik heb geen idee eigenlijk wat ze erin hebben gestopt. Ja. Dus ons ook nog een verrassing. En dus we gaan de Agrani unboxing doen. Oké, begin met het eerste ding. Ik zie al gelijk wat het is, ik pak het al gelijk. Dikke aanslag direct. Oké. Een mestboy. Oh, jongens, we hebben een mestboy. Nu een mooie blauwe. Ja, een mestboy 90 is dit. En dat is gewoon heel makkelijk voor als je paard gepoept is op de weg. Of voor, de bak, ja, in de bak. Om een poep te scheppen. Want wij hebben wel gewoon heel vaak dat deze mestboyen sneuvelen of er te weinig zijn. En dan kunnen meerdere mensen de mest eruit halen. En dit is echt heel erg handig. Deze kun je ook bij alles wat we hier laten zien, kun je bij Agrani bestellen. Ja. En dit is echt heel handig. Hij is ook gewoon heel stevig en het is ook gewoon van ijzer. Jullie kennen het wel. Dat gebruiken ze meestal in les om poep mee te scheppen. En nu hebben we een blauwe. Ja. Hebben we er twee of drie? Drie volgens mij. Oh ja. Ja, dit is van Bandito. Dit is omdat Bandito zo'n vreedzak is en hij is heel ondeugend. Ik zou hem zo even uithalen. Dit is een vierde bal en het is... Bal vier. Ja, bal vier, vierde bal. Vierde bal. Ja, stel je paard die heeft heel snel dat hij zich verveelt in de stal. Ik zou het even uithalen. Schuin. Dat kunnen we straks wel even laten zien of het werkt. Je kunt hier, er zit één gat in. Ja. En dan kun je brokjes in doen of wortels als die er doorheen passen. En dan moeten ze eigenlijk mee rollen. Dus eigenlijk is zo'n konk voor de hond is het eigenlijk. Ja. Kunnen ze mee rollen over de grond. En dan hebben ze direct wat te doen. En het is gewoon dat je paard wat te doen heeft in de stal. Want Rito die verveelt zich vaak echt heel snel. En die gaat aan kutten. Ja, we hadden eerst die eenhoorn, maar dat vond hij dus niet zo leuk. Die hebben we aan Mickey Maxo gegeven ook. Ja, maar hij heeft ook eerder een keer een eenhoorn. Oh ja, die had gelijk... En toen heeft hij direct kapot gemaakt. En ja, dit gaan we dus straks even proberen bij Rito. Ik wou hem zelf al heel graag kopen, want... Ik vind het heel belangrijk, ook voor niet alleen voor Bandito, maar paarden die heel snel stalondeugd krijgen. Bijvoorbeeld, we hebben soms luchtzuigers. Dat kan het heel makkelijk zijn, want dan hebben ze niet zo snel verveling in de stal. Bij ons hebben ze wel onbeperkt gewoon hooi. Maar ja, dat raakt een keer verveeld. Dus dan hebben we een mooie roze balfeeder. Ja. En we gaan deze straks even uitproberen. Thank you.
Ja. Ja, ik ga hem gelijk uithalen. Jullie zien al wat het is? Ja, we hebben een leuke frontriem. Aangezien ook heel vaak frontriemen sneuvelen, omdat we elke keer een ander hoofdstel en een ander paard doen. En deze kunnen we nog gewoon gebruiken voor mooie adoptiefoto's. Wauw, mooi hè? Bubbeltjes plastic. Bubbeltjes plastic. En dit is de Premier frontdeel Liskam Gep Crystal. En dan XL. Ja, zwart-wit. Het is voor vuil. Ja. Ja, dat vinden we gewoon belangrijk dat we ook gewoon een mooi hoofdstel hebben met een mooie frontriem voor adoptiefoto's te maken. Ja. En natuurlijk is het altijd erg handig. Floor krijgt deze niet open. En we gaan hem even. Je moet daar nog denken, dit plakketje er weg. Of zit er een plakketje? Nee, volgens mij niet. En het is gewoon, deze is echt heel mooi. Is echt mooi. Kijk. Wat een Julia. Er zitten allemaal. Oh nee, dat kan vast niet. Zit er nu bruin. Steentjes op. Dit is nog mooi. I'm in love. Ja. Dit zou ik letterlijk ook gewoon halen als ik in Applejack of zo zou. Ik ook. Dit vind ik een hele mooie combinatie. We hebben nog een bal. We hebben heel vaak dat paarden in ons shareveld staan en paarden in de bak. En we doen meestal de bal in. Kunnen ze een beetje. Spelen. En ik heb nu ook weer de Power Playbal. En dat is van 1 meter. Dus hij is ook echt groot genoeg. We kunnen deze straks ook nog even opblazen. Dit keer een gele. We hebben ook nog een roze. En we hadden een groene. Ja, maar die is helaas gesneuveld. Dus deze kunnen we dan. Ook gaan gebruiken, want we vinden het ook heel leuk om afwisseling met de paarden te hebben. Zodat je ook gaat spelen met de paarden, voetballen echt. Dit zijn beenbeschermers met waar je een cool pack in kan doen, maar het is ook een warmte pack. Heet dat zo? Ja, volgens mij wel. En, even uitpakken. Ja. Hij is van DR. En het is therapeutisch hot and cold, zwart, one size. En dit hebben we echt meer gedaan op verjaardag met haar feest natuurlijk. Je kunt hier namelijk dus een koelingspad in doen. Dat zijn gewoon beenbeschermers. Gewoon hele zachte beenbeschermers. En als je hem dan opent, kun je hier de koelingspad in doen. En dat is gewoon echt heel handig, zodat je niet elke keer de slang op hoeft te houden. Mm-hmm. Maar hier gewoon de koelingspad in doen. En dan kan je die er omheen slaan, zodat het niet te koud is. Ja, het is een soort van bandagevorm. Dus. Ja, we hebben alleen geen vriesafstal, maar dat moet nog gewoon komen. Dus. Ja. Omdat we vaak lancheren, vinden we het ook belangrijk om een speciale lancheer pet daarvoor te hebben. En ik heb het eigenlijk, ben ik te lui geweest om het aan te schaffen, maar ik vind het wel belangrijk dat als je een paard lancheert, dat hij niet de druk van de single voelt. Mm-hmm. Dus we hebben een lancheer pet gekregen. Gelukkig in het zwart. Ja, in het zwart. En deze gaat dan zo om de schoft heen en hier de single doorheen. Hier kun je de single doorheen doen zodat het druk vermindert. En het is ook echt zo'n puff iets, puff pad. En het is echt super fijn en ook zacht voor je paard en het verdeelt de druk ook weer goed. Eigenlijk hebben we weer een bondje die echt weer schoon is. Ja. Voor jou voor wedstrijd. Wij rijden eigenlijk altijd met bondje, omdat wij dat gewoon belangrijk vinden omdat niet elk paard een eigen zadel heeft. Hier, En daarom willen we altijd een bondje voor de zekerheid onder doen, zodat het druk niet zo doordendert. En ik zal hem even uit de pakking halen. Ik wil heel graag nog een bondje voor de opvang aanschaffen, maar aangezien ze echt heel snel vies worden echt heel erg prijzig, had ik het er eigenlijk niet voor over. Maar nu hebben we er eentje gekregen en het is echt heel fijn. Kijk, het is gewoon maatvuil en het is gewoon met schaapbond. En het is gewoon heel erg fijn van je paard, want we hebben hier nog 3 of 4 bondjes. En ja, dan kunnen we weer met meer paarden een bondje onder doen. En als de bondjes op zijn, hebben we ook altijd nog gel pads. Ja. En deze is ook van BR. En dit is echt als je een eigen paard hebt, zou ik sowieso altijd een bondje aanschaffen. Het staat ook heel mooi. Want het staat heel leuk en het is echt heel fijn voor je paard. Ja. Nou, dit is een zweephouder en omdat wij hier met heel veel verschillende paarden te maken hebben, zijn zweepen altijd wel nodig. Dus, en dit hadden wij niet. Altijd lagen de zweepen maar op de grond in de hoek van de zadelkamer en was altijd echt chaotische zooi. Ja, dus, en ze waren kwijt. En deze hadden wij Hossik ook. Ja, alleen handig. Ja, deze moet nog opgehangen worden. Ik weet al denk ik waar ik hem ophang, dicht bij de caps. Mm-hmm.
En dan kun je de zweep er gewoon zo in doen. En dan kun je ze ook weer terug erin doen, zodat je ze niet kwijtraakt. Want altijd zijn de zweepjes kwijt. Ja. En als je dus ze nodig hebt. Dan loop ik in een pak en dan zie je daar weer drie. En hier weer dan één. En dan heb je ze nodig en dan kun je ze weer niet vinden. Ja. Dus altijd, zo'n zweepjes zijn eigenlijk altijd weg. Ja. En hier kun je ze netjes in ophangen. En het is gewoon echt heel fijn en handig. En het ziet er gewoon net uit. Nu hebben we weer bakletters. Nieuwe bakletters, want we hadden bakletters, ja, maar de paarden, Hatja en June, hebben alles afgeknaagd. En we vinden het wel belangrijk dat je gewoon, als je les hebt of zo, dat je kunt zien bij welke letter je bent. Ja, dus. En dus we hebben nieuwe bakletters en dat vinden we gewoon heel erg belangrijk, zodat ze niet zo afgeknaagd. En het staat ook heel mooi. Ja, want de anderen zijn half afgeknaagd. De A is alleen nog het bovenste randje, gewoon dit zie je alleen nog. Dus nieuwe bakletters. Ja. Dit zijn dus de koelingspetten die in... de beenbeschermers kunnen. Koud, ja. Maar die moet je dus 2 uur in de vriezer doen. En dan zijn ze eigenlijk bevroren. En volgens mij, even kijken, ja, ik weet niet precies hoe het werkt. Maar het is wel echt, echt heel handig. Vooral als je paarden met medisch iets hebt. Ja. Dus de ding is, dan worden ze wel vies. En dan... Ik weet niet hoor, maar voor het idee denk ik dit. Volgens maar, mij moet het zo. Maar voor mij mag je een... Is het niet koud? Ja, of volgens mij moet dat hoor. En we kijken zo wel. Ja, ja, we moeten even kijken hoe dat werkt. Nee. Want we kennen het zelf nog niet. Tyson. Dus in ieder geval, we kunnen nog opzoeken op internet hoe het precies werkt. Hier ben ik echt blij mee, want het is super handig. Vooral voor trainingen. Maar ja, kan wel bij de bak. Kijk. Dus, hoe heet het alweer? Zo'n springding. Een springding is dus gemaakt van piepschuim, dus dat is echt heel erg licht. Je kunt hem zo omzetten, je kunt nog meerdere blokken bouwen, je kunt het hoog maken. Je kunt hier de balk doorheen doen. En we hebben veel cavaletti's. Ja. Dus hier kun je dan een cavaletti van maken. We hebben dus alles bij Agrari gekregen. We hebben nog een boekje erbij gekregen van de wintercollectie. Even lekker heen bladeren. En ja. Jongens, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ja. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Geef een blauw duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan zien jullie de volgende keer. Doei!